Onderling zeilden we naar Le Cruesty en vervolgens maakten we een mooie tocht naar L'Herbaudière en vervolgens naar Les Sables d'Olonne. Deze aflevering begint als we boodschappen gaan doen in Les Sables d'Olonne. Kijk, daar ligt onze Eva in Les Sables d'Olonne. We hebben net een kilometertje gelopen, sanitair. Nu zijn we weer terug. Helemaal fris. Ze hebben hier weer alles. Oh, hier. Batterijen. De ponton van de loop. Nou, en daar liggen wij ook dan, hè. Kijk, de Oostenrijkse deelnemer van de Golden Globe Race. Leuk hoor. Nou, een pittig grote haven hier. En restaurantjes en dingen. Nou, dat was dan weer Les Sables d'Olonne. Op naar La Rochelle. 40 mijl verderop. Echt relaxed. Kijk, 16, 17 knopen wind. We gaan regelmatig over de 8 knopen snelheid. Nou, lekker. Nou, hier links zien we alweer Île de Ré. Dat ligt voor La Rochelle. Maar we moeten nog een paar uurtjes hoor. We gaan wel lekker. Iedere keer tussen de 7 en 8 knopen. Oh, zo. Sorry. Maar we zijn er nog lang niet. We hebben nu 19 knopen True Wind. En dat vonden we wel reden om eventjes een reefje te trekken. Dat is een beetje provisorisch, maar dat ziet er zo uit. Het provisorische deel dat zit
hier helemaal in de halshoek. Omdat de reeflijn niet helemaal goed is ingeschoren, zeg maar. Dus ik heb nieuwe reeflijnen, die gaan we binnenkort erin doen. Maar ja, dat is nu nog even niet. Overigens, dat reven, dat maakt qua snelheid niet uit. We gaan nog steeds over de 8 knopen. Maar we liggen iets rechterop, dat scheelt een stuk. En straks misschien nog, we moeten een stuk oploeven nog. En straks dan gaan we waarschijnlijk even de fok wisselen. Dus kluiven eraf en kotte fok erop. En dan gaan we alsnog snel genoeg, denk ik. Nou, we gaan het zien. Voor ons ligt de haven van La Rochelle. Jezus, zo. Hey, dat is lekker, hè? Het is tijd, Gert en ik gaan naar huis. Ben blijft hier nog eventjes liggen. Volgende week komen Patrick en Simone aan boord. Dat is hard. Nee. In de jachthaven van La Rochelle wordt eind september een grote bootshow georganiseerd. Een soort Hiswa te water. Grand Pavois heet dat hier. Ze hebben dan alle lichtplaatsen rond de bezoekerstijger nodig en dat betekent dat ik niet in deze haven kan blijven. Ik kan een plekje krijgen in de oude haven in het Bassin de Chalutier. Op een namiddag besluit ik om daar eens een kijkje te gaan nemen om te zien waar ik dan terecht kom. Nou,
Nou, daar is geen woord Chinees aan, hè? Op 25 augustus ben ik aangekomen hier in La Rochelle, samen met Jort en Velia. En ik wacht hier nu op crew, Patrick en Simone, die komen over een paar dagen. En ik heb nu 10 dagen hier in de haven kunnen liggen, maar ze organiseren hier een grote botenbeurs. Dat heet dan Grand Pavois. En daardoor moeten alle passanten de haven uit. En dat is de reden waarom ik vandaag moet verhuizen. Ik verhuis naar eigenlijk de haven in de binnenstad. Dat is Bassin de Chalutier. En daar heb ik een plekje gekregen. En ik wil hier straks vertrekken en even tanken. En vervolgens dus naar het bassin varen. Ik moet daar door een brug en een sluis, want dat is een getijdenhaven. Dus ik heb met die mensen gebeld gisteren. En ze gaven aan dat ik er om 4:45 moest zijn. Dus precies 16:45 moet ik daar zijn. En dan gaat de brug voor me open en de sluis voor me open. En dan staan ze, als het goed is, daar me op te wachten om een plekje te geven in het Bassin de Chalutier. Dus dat is even spannend. Ik heb nog niet veel vaker, nee, eigenlijk nauwelijks, Eva zelf in mijn eentje gevaren. En dat moet gewoon helemaal kunnen, hoor. Maar het is toch even weer een spannende ervaring. Dus ik ga straks eens even voorbereiden. Stootwiel op de goede plek hangen. Lijntjes op de goede plek hangen. Dat we geen verrassingen krijgen straks. En dan ga ik op pad. Dus wish me luck. Maar ja, tegen de tijd dat jullie dit zien, dan heeft dat allemaal niet zoveel zin meer. Maar ik denk dat het goed komt. Zagen jullie even hoe makkelijk dat ging? Soepeltjes. Ik zag het ook. Maak je druk om niks. Duur hobby dat varen. Thank you.
ben een beetje vroeg, dus ik ga nog maar eventjes een stukje varen. Gewoon voor het leuk. En wat ik nu alweer zie is dat de snelheidsmeter weer vast zit. En hier ligt 10 dagen vast en meteen zit hij weer vast. Dat is jammer. Maar ja, dan moeten we even duiken. Zit ik dus in een parade van allerlei kleine bootjes. Super handig. En dat mag ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, je moet wel. Kan niet anders. Ja, wel een leuk beeld. Maar ja, ik mag hier dus eigenlijk niet varen. Apart. Maar het goede nieuws is, het is daar rechts. Het is daar rechts, dus dat gaat nu snel. Nou, ligt nu dus Hartje La Rochelle. Voilà. Aan de overkant. Voilà. Ik werd keurig opgevangen. Dus dat is mooi. Dan gaan we eens kijken of ik me kan melden ergens. Dat vonden ze toch wel belangrijk, geloof ik. In de volgende aflevering maak je kennis met de nieuwe crew en verlaten we eindelijk La Rochelle. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.zelingeva.com voor de nieuwsbrief. Volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!